En de volgende is hi schoolmeesters. Nou, ga zitten. Ik denk in het midden. Ja, gezellig. Ja, dan gaan wij erbij zitten. Hij was een van de oprichters van het ADM-terrein. Alweer 20 jaar geleden. Krakers. Wat zegt u? Jij zei oprichters. Ah, krakers. Krakers, ja. Maar in ieder geval van het eerste uur. Ja, dat is juist. Ja. Jij woont ook echt al 20 jaar op het terrein. Op 12 oktober, wat zal het zijn? 1 uur 's middags, dan zit ik daar precies 20 jaar. Ja, wordt dat nog gevierd op een of andere manier? Dat wordt gigantisch gevierd. Van donderdag, wat zal het zijn? 4 dagen lang. En dat doen we ook een futurologisch congres. Wat moet ik daarbij met ruim 30 tot 50 internationale vrijplaatsen. Die net als wij zelf zwaar onder druk staan. Ja. Dus dan gaan we praten, gaan we uitwisselen, gaan we kijken hoe gaan we met gentrification om. Hoe kunnen we onze positie in de stad veiligstellen. Wat voor strategieën bedenken we daarvoor? Dat soort dingen. Maar er is dus echt een internationale scene van vrijplaatsen. Free cultural spaces all around the world. Dus misschien even nog, want de meeste mensen kennen het ADM-terrein wel in ieder geval van naam. Wat is het ADM-terrein voor plek? Het ADM is een voormalige scheepswerf. We hadden zo een filmpje eigenlijk. Ja, zullen we die hierna eens, als jij heel kort iets vertelt, dan starten we. Of zullen we eerst kijken? Eerst kijken. Gaan we eerst kijken? Beter. We gaan hem eerst kijken. I think the ADM is like really a beautiful place. It's like you don't ADM because like so much freedom, just like freedom to be who you want to be and freedom to do what you want to do. Freedom to be, freedom to be, freedom to be, freedom to be who you want to be, who you want to be, who you want to be, who you want to be. Freedom to do, freedom to do, freedom to do, freedom to do. What you want to do, what you want to do, what you want to do, what you want to do. It's really nice living in a community together with people that are like, have the same ideas and work together and create like a beautiful community. It's magic, like working together, 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 working together, working together, working together. Work together, work together, get her, get her, get her, like a dream, 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 like a dream. Prachtige video. Wil je daar nog iets aan toevoegen over wat het ADM-terrein is? Nou, heel kort. In 1963 gebouwd, scheepswerf, opgespoten land. Was de tijd dat men dacht dat men nog schepen kon bouwen in Amsterdam. Dat ging in 1986 fout. ADM-werf ging failliet. Uiteindelijk, wat zal er zijn gebouwd? Een schip of 4, 5. En daarna werd het eigenlijk al gekraakt, 92 ontruimd, 97 hebben wij het weer gekraakt. 97 is het ook gekocht door een
vastgoedspeculant. En die is nog steeds de eigenaar. En die probeert nu zijn terrein te gelden te maken, zal ik maar zeggen. Wat is nu de status van het terrein? De status is dat wij verwikkeld zijn in, wat zal ik eens zeggen, een vijftiental juridische procedures, waarvan er twee zwaar zijn. En dan verwachten wij in de komende twee weken uitspraken van het gerechtshof. En mochten we die beide zaken verliezen, dan staan we er slecht voor. Mochten we die beide zaken winnen, dan rollen wij nog een eindje in de toekomst mee. Maar sorry, ik wil, dat is natuurlijk nog even afwachten, maar als jullie dat verliezen, dan betekent het eigenlijk concreet dat je van het terrein af moet. Toch? Ja, en dan waar het probleem zit, is dat die eigenaar, die is het, je mag op dat terrein, heel kort even, je mag daar alleen maar een scheepswerf beginnen. Dat is een privaatrechtelijke bestemming. En degene die dat moet beoordelen, dat is onze dierbare gemeente Amsterdam. Alleen de gemeente Amsterdam, die beseft dat nog niet zo goed. En het duurt voor ons al anderhalf jaar om de huidige politiek dat duidelijk te maken. In feite doen we dat iedere vier jaar of drie jaar, als er een nieuwe raad is. Dan moeten we die geschiedenis weer uitleggen. Maar goed, doen we met plezier. Als de gemeente niet oplet en die eigenaar kan zijn gang gaan met een fake plan wat hij nu heeft, dan komt het erop neer dat de gemeente, ik schat dat, ik ben geen econoom, ongeveer 200 miljoen euro verliest. Dat zou jammer zijn. Ja. Ik ken de rapporten verder niet, maar gewoon zeg maar cultureel gezien, waarom zou het ADM-terrein... Wat voegt een plek als het ADM-terrein toe aan Amsterdam? We hebben het over Vrijstaat Amsterdam. Kun je anders zijn in Amsterdam? Waarom is volgens jou het ADM-terrein belangrijk? Nou ja, het is een van de vele manieren om anders te zijn. En wat plekken als dit voortbrengt in mijn optiek is in ieder geval vrije geesten. Die hebben we hard nodig in Amsterdam. Wat het ook voortbrengt is, innovatie. Op plekken die niet geregeld zijn, die ongecontroleerd zijn. Waar mensen zelf hun eigen gang kunnen gaan. Daar ontstaat wat ik dan, laat ik maar zeggen, vernieuwing of innovatie. Er zijn allerlei woorden voor. Op het vlak van ambachtelijkheid. Hè, op het vlak van maatschappelijke dingen, sociale structuren. Dat soort zaken. Maar waarom biedt de stad daar op dit moment geen plek aan? Waarom, u kunt misschien niet spreken namelijk alle 300 mensen die er wonen? Nee, ja, we zijn met 125 mensen. Ja, maar dan wonen daar buiten de ook nog. Buiten wonen er ook nog een hoop. Ja, dus ja. Als je die erbij telt, dan zit je wel. Is er iets algemeens te zeggen over waarom deze mensen, waaronder jezelf, zich niet prettig voelen in de stad? Het is onbetaalbaar. Vrij simpel. En je kunt er niet doen wat je wil. Als ik wil lassen, waar kan je dat doen? In een centrum. Of niet in de pijp. Laten we eens verder kijken, laten we eens binnen de ring kijken. Bouw eens een kunstwerk van 15 meter hoog. Doe eens een montage voor een theaterstuk. Wat niet in Frascati hoeft te staan, maar voor een buitenlocatie, voor Oerol. Maar voor de parade. Maar is dat echt? Ja, ik geloof je hoor. Maar tegelijkertijd is er een broedplaatsenbeleid opgezet. Volgens mij bent u ook betrokken bij veel broedplaatsen. Yep. Volgens mij is er, 35% sociale huur in Amsterdam? Te weinig. Nou ja, te weinig voor de vraag. Veel te weinig. Er wordt niet op gestuurd wat Linda zegt. Wat in mijn ogen, het begint creativiteit of diversiteit, begint in mijn ogen met een goede plek voor jezelf. Een woonplek, een werkplek. Als je dat niet hebt, dan ben je gelimiteerd. Dat kan je niet vinden. Maar ik ben nu een beetje advocaat van de duivel spelen, hoor. Maar je kunt ook in Hogeveen gaan wonen. Dat is goedkoper. Kunt u vast misschien wel een mooie tuin krijgen. Ik bedoel, waarom is het belangrijk dat je ook in... Ik weet helemaal niet of dat in Hogeveen zo is trouwens. Waarom is het belangrijk dat dat juist ook in Amsterdam kan? Waarom de binding aan de stad? Nou, voor mij is dat persoonlijk is een stad, zie ik als een feit, als een levend wezen. Iets wat groeit, iets wat voortdurend in ontwikkeling is. Iets wat zich voortdurend hoort te vernieuwen. Wat voortdurend op zoek is naar zelfontwikkeling.
Nou, daarmee, als je dat zo ziet, dan is een stad bij uitstek de plek waar je kunt pionieren, waar je dingen kunt uitvinden. Waar misschien die vrijheid is om dat ook te kunnen doen. Waar misschien tegen regels geschopt kan worden en dan door de grootschaligheid valt dat misschien niet zo goed op. En kun je in het kielzorg, kun je prachtige dingen presteren. Ja. De stad nodigt daar meer toe uit. Ja. Is dus de ADM-terrein is 20 jaar geleden is ontstaan. Is het is sindsdien worden jullie anders bekeken? Is er verandert de stad wat dat betreft? Dat denk ik wel. Kijk, nu als je nou zegt kraken, ja, dat is in mijn ogen ook een verouderde term, hè? In die tijd heette dat zo. Formeel zijn we nog gekraakt. Maar het woord kraken heeft zeker sinds de invoering van een kraakverbod. Dat is grappig trouwens, hier staat Lodewijk Asscher. Ja, en een Dirk van den Broektas. Ja. Oh. Dit is Asscher niet, geloof ik. Nee. Nee. Maar sinds 2010 heeft kraken natuurlijk bij de gewone man, zal ik maar zeggen, een hele negatieve. Toen werd kraken verboden, hè, 2019. Ja, ja. Dus moet je je voorstellen, ik was van de ene dag op de andere dag was ik strafbaar natuurlijk. Maar goed, door dat gebeuren worden dit soort plekken op voorhand veroordeeld eigenlijk. Ja. Als we even loskomen van het ADM-terrein. U bent betrokken bij verschillende broedplaatsen, onder meer volgens mij Urban Resort, de Vluchtlaan daar, ACTA. Ja. De gemeente heeft een broedplaatsenbeleid om alternatieve plekken te creëren waar mensen anders kunnen zijn, waar mensen kunnen experimenteren, waar mensen misschien een kunstwerk van 15 meter kunnen bouwen. Werkt dat? Die van 15 meter in ieder geval niet. En de prijzen, laat ik zeggen, het geld wat je ervoor moet neerleggen is voor Amsterdam zeer betaalbaar, maar het is nog duur. Al die panden die ook ter beschikking komen of worden gesteld, of die ik met mijn club zelf vind, die hebben grote beperkingen. De eerste grote beperking is dat het meestal voor een superkorte duur is. 3 jaar, 5 jaar, en dan moet je er weer uit. Dat betekent dat als je daar intrekt, dan ga je niet investeren. Wil jij een muziekstudio bouwen, een doos in een doos, kost je dat 35.000 euro, doe je niet voor een periode van 3 jaar. In een kraakpand doe je dat op deze plek doe je dat op een andere manier. Dan stoor je niemand. Die broedplaatsen die hebben, ik vind dat belangrijk nu op dit moment voor de stad. Maar dus betaalbaarheid is een beperking. De periode is een beperking. En de fysieke kwaliteit, de architectuur van de gebouwen is ook vaak een beperking. Wij starten in het Volkskrantgebouw. Je vindt iedereen hip dat we daarmee de Wieboudstraat een beetje mee op de kaart hebben gezet. Vind ik zelf ook belangrijk. Maar het waren wel fucking 200 kantoren, hokjes van 4 bij 2 meter. Voor de laptopkunstenaars is dat fantastisch, maar voor iemand die met chemicaliën werkt of een ander soort onderzoek wil doen, niet. Ja. Waar blijven al die mensen? Bronschieters, glasblazers, automonteurs, mensen die computerworkshops willen doen. Waar zijn ze? Allemaal de stad uitgebonjourd. Ja. Bij ons kunnen ze terecht. Op de ADM dan weer. Dat is een verschil met dit soort plekken en met broedplaatsen. Dus ik zou er ook voor pleiten dat, kijk nu bijvoorbeeld, de gemeente is nu bezig om haar panden, een deel van haar panden, af te stoten. Ze hebben er zelf geen emploi meer voor. Het zijn 200 panden, geloof ik. Schrik niet. Dat wordt een aderlating. Daar zitten buurtinitiatieven in, daar zitten sociale initiatieven in, er zitten kunst- en cultuurinitiatieven in voor een groot deel. Het wordt verkocht aan de hoogste bieder. Als dan als beleidsdoel broedplaatsen wordt genoemd door de wethouder en die wil een paar panden daarvoor claimen, dan gaat dat uiteindelijk allemaal niet voor broedplaatsenbeleid. Dan gaat het uiteindelijk niet op. De beste panden worden tegen de hoogste prijs verkocht. Als je dan nu gaat kijken, daar kwam er eind vorig jaar uit, wat is er dan nog voor broedplaatsen beschikbaar? Nou, dat is een pandje in de Pijp op de Lizzie Ansingstraat van 500 vierkante meter. En dat is het. Er wordt niks meer geleverd door de gemeente.
U zei net van, we maken ook grote installaties voor culturele festivals. Ja. Beetje aansluitend op de column van Linda Duits. Laat ik maar even zeggen dat jij ook een bezoeker bent van de Parade en Oerol. Of zou dat kunnen zijn? Dat zou zomaar kunnen. Voelt dat als frustrerend, dat dan vervolgens degene die eigenlijk ook de stad onbetaalbaar maken voor mensen zoals jullie, vervolgens wel komen kijken naar die prachtige installaties die jullie maken? Zit daar een... Nee, ik bedoel, voor ons is het wel zo dat wij ook die interactie met de stad willen opzoeken. We willen wat doen voor de stad, we willen betekenis hebben voor de stad. Maar wordt die betekenis genoeg herkend volgens u? Nou ja, dat weet ik niet precies. Dat mag Linda een keer onderzoeken. Wat ik wel zie is dat als we kijken naar de manifestaties die we zelf doen. Dus we hebben jarenlang het Robodoc Festival gedaan. Uh-huh. Dat konden we daar op ons terrein niet meer te doen. Dat werd te groot. 10.000 man op een dag. Dat konden wij niet aan. Dus verplaatsen naar de NDSM-WF. Dat soort festivals, die zijn nu op dit moment in Amsterdam niet mogelijk. Dus daarmee wil ik zeggen, wij hebben als groep toch een bepaalde daaddrang, een bepaalde fantasie, die we weten om te zetten in een soort cultuur, wat iets toevoegt aan Amsterdam. Dit jaar komen wij in augustus met wij noemen dat het Jetlag Festival. Dus het driedaags theaterfestival. En dat doen we samen met een aantal jonge Franse theatermakers en onze eigen makers. Nou, vorig jaar hebben we dat uitgevoerd. Het is een groot succes. Het zijn nieuwe concepten op een andere manier gepresenteerd. Mm-hmm. Daar vragen we trouwens wel vergunning voor aan. Dus laat ik zeggen, voeg je iets toe, bijvoorbeeld in de artistieke zin? Ja, zeer zeker. Op een andere manier dan wat je gewend bent op Oerol of de Parade. Groot deel van onze makers, ja, zei ik al, die staan daar ook. Dus ja. Heeft u de Hokjesman-documentaire van Michael Schaap gezien over het ADM-terrein? Ja. Daar was een van de bewoners en die zei iets interessants. En ik vraag dat omdat uiteindelijk, als u nou in de schoenen van de gemeente zou staan, dan heeft u allerlei afwegingen te maken. En een van de bewoners zei, ja, uiteindelijk zijn wij freeriders die profiteren van het feit dat de rest van de samenleving zo netjes hun huur betaalt, hun werk doet, waardoor wij kunnen bestaan. Kunt u zich dat voorstellen? Die heb ik niet gezien. Hij zat aan het einde, ik stuur hem nog wel even, maar wat vindt u daarvan? Ja, nou ja, kijk, ik denk daar zelf natuurlijk anders over. Nou ja, ik bedoel het ook meer omdat u zegt, ja, die panden die worden hartstikke duur voor kunstenaars, ook met broedplaatsen, zeg maar. En de gemeente moet natuurlijk, die moet een keuze maken, waar gaan we dit voor bestemmen? We kunnen hier een asielzoekerscentrum maken, we kunnen dit aan kunstenaars verhuren, we kunnen dit aan de middenklasse, ook zo'n thema dat constant terugkomt. Als u nou voor het panelgesprek tot slot dan, misschien als Rutger de verkiezingen wint en in zijn eentje de stad regeert, wat moet hij dan doen? Hoe kan hij die afweging beter maken? Hij moet zorgen dat voor iedereen die anders is, of voor iedereen die in Amsterdam zit, op wat voor manier die zich uit, of op wat voor manier die zich manifesteert, dat er plek voor is in Amsterdam. Kan dat? Is dat realistisch? Ik denk dat dat kan. Ik denk dat het een politieke keuze is. Kijk, als je nu even bot zegt, het centrum is verkwanseld aan corporate greed, zoals ik het zou willen noemen, dan zouden we kunnen zeggen, we zijn aan stappen over de ring, heet dat. We rollen uit over de ring. Nou, dan word ik misselijk van dat soort termen. Als ik in één weekend lees dat de Amsterdamse kunstraad adviseert om in het midden van de Sloterplas een nieuwe meervaart neer te zetten en dat Paradiso daar een dependant zoekt. Kijk, enerzijds vind ik het hartstikke leuk, maar aan de andere kant zeg ik, godverdomme, ik ben net uit die stad verdreven, dan zit ik lekker in Nieuw-West en nou krijg ik die hele shit nog een keer over me heen. Dan zou ik willen zeggen, daar ligt een fantastische uitdaging voor de gemeente om internationaal ook zelf anders te zijn en te zeggen, oké, gentrification, in het centrum staan we toe, maar we zetten nu een aantal buitenwijken, die zetten we op scherp en daar gaan we doelgericht
zorgen dat mensen met lage inkomens, dat die daar kunnen wonen, kunnen werken en ze kunnen manifesteren. Hoe? Door panden ter beschikking te stellen, niet in de uitverkoop te gooien. Ja, ja. Mensen die daar iets maatschappelijks mee doen. Door corporaties te dwingen wel te renoveren, maar niet direct daarna de huur met 400% te verhogen. Nou ja, dat soort stappen zijn vrij makkelijk. Het is een politieke keuze. Ja, kunnen we helder zo doen. Tot slot, u heeft nog een foto meegenomen waarmee u graag wilde eindigen. Misschien kunnen we hem even zien. Dit is een woonwagen bij ons op het terrein. Ze willen ons naar het einde van de wereld helpen. Maar de wereld is rond. En ik vind dat eigenlijk een oneindig mooie uitspraak. Want als ze ons, deels, daar zit een waarheid in. Ze willen af van ons, hè, of wie, nou ja, daar hebben we het een beetje over. Maar dat kan dus in feite niet. We komen elkaar altijd tegen en we zullen altijd met elkaar, hopelijk in een gezonde strijd, blijven. Ik wil je heel hartelijk danken. Hij is schoolmeesters. Dankjewel. Ja, dankjewel.